De derde Women's Entrepreneurship Day-wet is gisteren in de Banquet Hall van Torarica gehouden. Wereldwijd vindt deze dag jaarlijks plaats op 19 november en wordt in 144 landen en op 60 universiteiten in de Verenigde Staten gevierd. Het wereldwijde VN-thema dit jaar is Choose Women. Het Surinaams thema is How to be fearless, fierce and fabulous to rise sister, rise Suriname. Voor de eerste keer zal de Fearless, Fierce and Fabulous Award worden uitgereikt. Volgens Reina Kolf, wetambassadeur van Suriname, bestaat deze dag omdat het steeds duidelijker wordt dat ondernemerschap belangrijk is voor de ontwikkeling van een land. Vrouwelijke ondernemerschap is nog steeds ondergewaardeerd en daar moet verandering in komen, vindt Kolf. Vanavond gaan we kijken wat we gaan doen om ervoor te zorgen dat vrouwelijk ondernemerschap die plek krijgt die het toebehoort. En niet voor de vrouw speciaal, maar gewoon omdat we allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van ons land. En dat is over de hele wereld zo. En ook al denken we er niet heel de dag aan, maar we mogen beseffen dat alles wat we doen en overal waar we succesvol in zijn, zijn weerslag heeft op de omgeving. En bij vrouwen, dat wijst onderzoek uit, is het nog sterker dan bij mannen. Want een oud gezegde, sommigen zeggen een Afrikaans gezegde, Malcolm X heeft het ook gezegd, dus ik weet niet waar het vandaan komt, maar in ieder geval zegt het, if you educate a man, you educate an individual. And if you educate a woman, you educate a community. En dat is omdat vrouwen nou eenmaal die rol hebben in de samenleving. Volgens Cheryl Vroom, beleidsmedewerker van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, probeert haar vereniging als werknemersorganisatie diensten te verlenen aan ondernemers en de belangen van ondernemers. Ondernemer heeft heel veel op zijn bord. Je moet winst proberen te maken in een beetje slechte economische omstandigheid. Dat is al een uitdaging genoeg. Je bent ook nog vrouw, dus je hebt ook nog andere rollen te vervullen. En vervolgens zijn er ook nog landelijke perikelen die je als ondernemer bezighoudt. En dan komt het belang van de VSB naar voren. Wij zijn er om jullie als ondernemers te ondersteunen. Hoe kunnen we dat doen? Onder andere door een van onze kernwaarden uit te voeren. Dat betreft sociale dialoog. Dat betekent dat wij met alle partners in overleg zijn voor onderwerpen die van belang zijn. Cheryl Vroom, beleidsmedewerker Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB. Ze sprak gisteravond tijdens de derde Women's Entrepreneurship Day in de Banquet Hall van Torarica.